In december ving de dieren-SOS gedumpte ratjes op. Die werden in Wielwijk gevonden in een dichte doos met een deksel waardoor ventilatie niet mogelijk was. De omstandigheden waarin de ratjes gevonden zijn was natuurlijk verschrikkelijk, want als ze later waren gevonden dan hadden ze het niet overleefd. De 30 ratjes hebben zich inmiddels vermenigvuldigd tot 70. Die hebben allemaal een nieuw huis. Gelukkig, maar inmiddels staat de dieren-SOS voor een nieuwe knaagdieruitdaging. Zo hebben wij ook een noodoproep gekregen vanuit Frankrijk. Er is daar een broodfokkerij opgerold. Er zitten daar 2500 dieren. Er zijn er al een aantal weg. Maar er komt dus ook een vrachtwagen vol met knaagdieren naar Nederland. Wat gaan jullie dan voor al die dieren doen? We hebben een Facebook-oproep geplaatst. Waarbij wij vragen om spullen. Caviarvoer, konijnenvoer, eigenlijk alles wat met knaagdieren te maken heeft. Heb je nog een oud hok staan? Heb je nog oud speelgoed liggen? Daarbij zijn we ook ontzettend gesponsord door de Jumper. We hebben een aantal zakken caviarvoer ontvangen. Dat geven we ook allemaal mee naar degene die de cavia's opvangen. Verschillende dierenorganisaties vangen de beestjes uit Frankrijk op. Naar Dordrecht komen vooral konijnen, maar dat betekent niet dat er met de spullen voor andere knaagdieren niets gedaan wordt. Ja, daartegen kunnen we alles gebruiken en niet alles blijft bij ons, want wij gaan over het algemeen konijnen opvangen, maar we geven het ook weer door naar de andere opvangen die ook keihard die hulp nodig hebben om te zorgen dat al die dieren die naar Nederland komen, dat die gewoon goed opgevangen worden en herplaatst kunnen worden. Spullen voor de knaagdieren kunnen naar trimsalon Hanni op de Merwedestraat gebracht worden.